ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet in vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek hem eens in. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. I know you're gonna dig this. Peter Hendricks, welkom in de podcast. Blij je te zijn. Ja, eindelijk, want je schrijft al jaren voor Follow the Money. En deze podcast die bestaat nu ook al jaren, namelijk 2 jaar. Op de een of andere manier was je nog nooit langsgekomen. Druk, hè? Ja, dus ik ben heel blij. En waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over antikraak. Antikraak is een soort van derde woonlaag. Naast verhuren in het middensegment, sociaal huren, heb je een soort van onderlaag gekregen. Waarbij aparte bedrijfjes tegen relatief lage huren mensen woonruimte bieden. Het lastige is alleen dat die mensen nagenoeg rechteloos zijn. En dat geeft heel veel sores. En daar gaat het verhaal eigenlijk over. En vindt die antikraak in het hele land plaats? In het hele land, ja. Oké, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. Oké. De titel is Antikraakbureaus zijn de aasgieren van de woningmarkt. Antikraakbureaus bewaken leegstaande panden door er mensen goedkoop te laten wonen. Dat klinkt nobel. In werkelijkheid is een antikraakbewoner nagenoeg rechteloos en moet hij zich allerlei privacy-schendingen laten welgevallen. De Rotterdamse zwerver wist dat het deurslot van het antikraakpand aan de Coolsingel 75 niet veel voorstelde. Hij zette alleen even zijn schouder flink tegen de deur, ging naar binnen, sloop naar de kelder en rolde zijn matrasje uit. Het was de nacht van woensdag 2 op donderdag 3 oktober. Hij moet op zijn matras gerookt hebben, want het begon op een gegeven moment te smeulen. Het was een brandje van niets. De rookmelders in het pand gingen niet eens af. Volgens de bewoners kwam dat doordat een werknemer van Camelot de lege batterij eruit had gehaald. Camelot zegt weer dat dit zeer onwaarschijnlijk is. Mensen die het gebouw binnenkwamen roken een brandlucht. En later trok er rook door het hele pand. De spuitgasten blusten het brandje, maar daarmee was de kous niet af. De brandweer constateerde dat er voor het pand geen vergunning was voor de 50 mensen die er op dat moment woonden. Bovendien constateerde de inspecteur dat de brandwerende deuren voor het gemak met een wig open werden gehouden. Redenen genoeg om het pand te ontruimen dus. Verhuurder Camelot gaf niet thuis en de bewoners moesten maar bij familie of vrienden slapen. Ja, ik zie dat je hier bij Camelot bij het woord verhuurder dat tussen aanhalingstekens zet. Waarom is dat? Nou, ze beschouwen zichzelf niet als verhuurder. En de mensen hebben ook geen huurcontract, maar die hebben een bruikleencontract. En die mensen hebben ook niet de rechten van een huurder. Dus daardoor is het eigenlijk wel op zijn plaats om dat tussen quotejes te zetten. Oké, maar Camelot is dus zo'n bedrijfje dat antikraakwoningen aanbiedt. Het is de grootste antikraakverhuurder van Nederland. Nou zeg ik weer verhuurder, maar de grote antikraak woonruimte beschikbaar steller. Sindsdien heeft niemand meer in dat pand overnacht. Normaal geldt er bij antikraakbewoning of leegstandbeheer, zoals de bedrijven het zelf noemen, een opzegtermijn van 4 weken. Maar Camelot stelde dat dit een geval van overmacht was en achtte zich niet verantwoordelijk voor de overnachtingen van de plotseling dakloze klanten. Wel werd 2 dagen later, op vrijdag, een hotel geregeld in Brielen, gelegen op het eiland Voorne. Maar dat was voor de overgrote meerderheid te ver weg van Rotterdam. Op 21 oktober zei Camelot tegen Follow the Money: wij beschouwen de financiële afhandeling als een privé-kwestie tussen Camelot en de bewoners, waarover geen uitspraak wordt gedaan aan buitenstaanders. De gemeente vindt dat de eerste verantwoordelijkheid bij de eigenaar van het pand ligt. En dat is vastgoedontwikkelaar Novaform. Die gaat op de locatie 113 appartementen en enkele penthouses ontwikkelen. In een gemeentelijk bericht aan Novaform, naar aanleiding van die brand, valt te lezen: vanuit de kadastrale gegevens van het pand bent u de eigenaar en vanuit uw hoedanigheid als eigenaar bent u als overtreder aan te merken. Desondanks twijfelt Mark Verberg, hij is de projectontwikkelaar bij Novaform, geen moment over de verantwoordelijkheid. Hij zegt: wij staan er buiten, het ligt bij Camelot. Oké, Peter, dus iedereen wijst eigenlijk naar een ander. Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje het probleem. De gemeente zegt van ja, de eigenaar is de projectontwikkelaar. Maar de projectontwikkelaar die zegt van ja, ik heb een deal gesloten met het Antikraakbureau en die is verantwoordelijk voor de brandveiligheid en dat soort zaken. En ja, dat is op zich weer juridisch getouwtrek. En je zei al eerder dat de mensen die daar wonen dus geen enkele rechten hebben. Maar kennelijk hebben deze mensen ook geen plichten. Die hebben wel plichten. Ze hebben bijvoorbeeld de plicht om een opzegtermijn van 28 dagen in acht te nemen. En door die mensen meteen op straat te zetten, hebben ze die plicht eigenlijk verzuimd. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, ja, dan zet je ze maar 28 dagen in een hotel op kosten van Camelot. Maar ze hebben gewoon gezegd, het is overmacht, dus we vegen dit van tafel. En ik neem aan dat dit wel vaker op zo'n manier is gegaan? Nou, zoveel mogelijk natuurlijk. He, het is geen sector die uitblinkt door klantvriendelijkheid. De meeste mensen die proberen ook heel erg op goede voeten blijven staan. Want die denken van, volgende keer wil ik weer een kamer via dat bureau hebben. En als ik op een zwarte lijst kom te staan, dan krijg ik geen kamer meer. Oh, dus vandaar dat mensen waarschijnlijk er geen zaak van maken. Of... Precies. Ja, precies. Ja. Studenten filosofie Asra Kutic, 25 jaar, woonde bijna 2,5 jaar in dat pand aan de Coolsingel. Zij is nu lid van een groepje van 5 dat namens de 50 bewoners probeert de zaak met het Antikraakbureau af te handelen. Oké, dus ze is wel iemand die de zaak probeert af te handelen, kennelijk. Ja. En zij zegt, na het weekend van 5 en 6 oktober kregen we te horen dat onze contracten per direct werden ontbonden en dat het pand leeg moest. Iedere verdieping, dat zijn er 3, kreeg een dag toegewezen waarop de bewoners tussen 1 uur 's middags en 8 uur 's avonds hun kamer moesten ontruimen. Tentamens of werkverplichtingen waren geen excuus. Iedereen kreeg 1 kans. Woensdagavond werd het pand definitief verzegeld. De gang van zaken met dat pand aan de Coolsingel maakt pijnlijk duidelijk wat er mis is met antikraak in Nederland. De groep tijdelijke huurders, onderzoeksbureau BRO berekende in 2017 het landelijke aantal op circa 50.000, valt niet onder het huurrecht. Ze hebben ook geen huurcontract, maar een bruikleencontract. In feite zijn tijdelijke huurders overgeleverd aan de willekeur en de grillen van het antikraakbureau. Zeker in de huidige extreem krappe woningmarkt is de machtsverhouding tussen de bureaus en de bewoners ernstig in het nadeel van die laatste groep. Antikraak is een huursegment dat je in heel Nederland tegenkomt, maar dat officieel niet tot de huurmarkt behoort. De bewoners bewaken het pand en hebben hun kamer in bruikleen. De regering heeft laten weten antikraak niet te willen reguleren om te voorkomen dat zo naast sociale huur en vrije sectorhuur nog een derde huursegment ontstaat. Antikraak begon ooit als een manier om het echte kraken te voorkomen. Dat gaf veel ellende en het was juridisch lastig om krakers er weer uit te krijgen. Door een leegstaand pand te laten betrekken door zelfgekozen bewoners werden krakers buiten de deur gehouden. Aanvankelijk was het gebruikelijk dat de eigenaar het antikraakbureau betaalde voor die diensten. En de bewoners woonden gratis. Maar ergens in de jaren 90 veranderde dat verdienmodel. De eigenaar kon gratis zijn pand laten bewonen en de bewoners betaalden een vergoeding aan het antikraakbureau. Volgens Gerlof Roubos, secretaris van het keurmerk Leegstandsbeheer, mag die vergoeding maximaal €183 zijn. Met gas, licht, water en een aantal andere kosten mag het maandbedrag op maximaal €254 uitkomen. Ja, daar gaat het eigenlijk al fout, hè? Want die mensen op Coolsingel 75, die betaalden €330. En wat ze dan doen, dan zeggen ze, ja, we zetten een container neer en het vuil wordt opgehaald. En ze proberen ze met allerlei extra kosten, dat mag eigenlijk niet, proberen ze dat op te hogen. In reactie hierop was er nog een meisje die zei dat ze €400 betaalde. Oh. En dat wordt dan weer geslikt, omdat die mensen zeggen, ja, als ik ga klagen, dan sta ik weer op een zwarte lijst. De studenten Kutic merkte op dat het nu ontruimde voormalige kantoorgebouw recht tegenover het Rotterdamse stadhuis aanvankelijk door een man of 10 werd bewoond. Toen dat aantal werd uitgebreid naar 50 leidde die schaalvergroting niet tot een lager maandbedrag. Ze zegt dat mag je wel verwachten. Een deel van de kosten werd immers over een grotere groep verdeeld. Ze benadrukt dat met het opvoeren van het aantal bewoners tot 50 de leefbaarheid van het pand enorm onder druk kwam te staan. Volgens de Bond Precaire Woonvormen, de belangenbehartiger voor mensen die wonen in ongereguleerde, tijdelijke en onzekere woonsituaties, zijn in de antikraaksector ook gevallen bekend waarin een bureau stelde dat een kamer zo ruim was dat die eigenlijk geschikt was voor een samenwonend stel. Een alleenstaande mocht de Kamer dan wel betrekken, maar voor €500. Bij een dergelijk bedrag is de term antikraak niet meer van toepassing. Dan heb je het eigenlijk over reguliere huur met bijbehorende huurbescherming. Dat is ook eens een situatie waarin een antikraakbureau zoveel zelfvertrouwen, zou je zeggen, hebben dat zeggen, ja, daar gaan ze niet over klagen. Want dan staan ze op straat en 500 is op de vrije markt nog steeds een heel laag bedrag voor een grote kamer. Inmiddels wel, ja. Inmiddels wel, maar ze steken dat geld gewoon in hun zak. En ze mogen dus eigenlijk maar 253 vragen. Maar is er tot nu toe niet, misschien komt dat zo nog, maar oké, ik snap nu waarom de huurders of de bewoners niet durven te klagen. Maar zijn er helemaal geen andere mensen die hierover klagen of instanties? Nou ja, de Bond Precaire Woonvormen bijvoorbeeld. Ja, ze staan weer bezig. En dat, maar is dat een onafhankelijk orgaan? Dat is gewoon een... die doen allerlei dingen. Zo mensen die in vakantiehuisjes wonen. Echte krakers. En dus alles wat een beetje buiten het gereguleerde circuit zit. Daar behartigen zij de belangen van. Ik vind dat wel een mooie term. Precaire woonvormen. Ja. De antikraakbureaus tonen naar de buitenwereld graag een sociaal gezicht en benadrukken dat ze een inspanningsverplichting hebben naar hun bewoners die op straat komen te staan. Volgens Abel Heikamp, woordvoerder van de Bond Precaire Woonvormen, is zo'n inspanningsverplichting in de praktijk weinig waard. Dat hebben ook de 50 bewoners van het pand aan de Coolsingel aan de lijve ondervonden. Ja, en dan volgt hier een kader. Ik geloof niet dat ik dat helemaal ga voorlezen, want er staan allerlei bedragen in. Nee, maar daar... zou dat gewoon skippen. Helemaal skippen, ja? Okay. Ja, dat is te technisch. Dat is alleen maar leuk als je er een beetje op wil studeren. En het komt er eigenlijk op neer. Dat is misschien wel interessant. Dat als je in zo'n antikraakwoning gaat wonen, dan is er een heel aantal kosten. Administratiekosten. Je moet bijvoorbeeld een anti-brandpreventiepakket kopen voor €55. En ook als je er nog een hebt uit je vorige kamer, moet je het toch weer kopen. Dus een heleboel kosten worden er gemaakt die tegen de €1000 aanlopen. En als je als je daarna een maand weer uitgezet wordt. Dat is bijvoorbeeld bij een van die meisjes gebeurd die op Coolsingel 75 woonde. Dan krijg je alleen je borg terug. En de 700, ja, die ben je gewoon kwijt. Lekker dan, zeg ik even op z'n Rotterdams. Lekker dan, ja. Volgens Gerlof Roubos, secretaris van het keurmerk Leegstandsbeheer, zijn er tegenwoordig zo'n 30 antikraakbureaus actief in ons land. Ze zijn overwegend in handen van de oprichters. De grote spelers zijn dus Camelot, VPS, AdHoc, HOD en GAPPH. Ja, GAPPH. Ja, GAPPH. Ja. Sinds februari 2018 bestaat ook de Vereniging Leegstandsbeheerders Nederland. Dit op aandrang van de Rijksoverheid, die een volwaardige branchevereniging voor alle professionele leegstandbeheerders wilde. Leegstandbeheer is een schimmige sector die niet open is over de resultaten. Op de site van de Kamer van Koophandel staan alleen de balansen van de bedrijven, maar geen resultaten. Wat de antikraakse precies oplevert is dus niet te bepalen. Naast leegstandbeheer houden deze bedrijven zich ook bezig met activiteiten als projectontwikkeling, beveiliging en schoonmaak. Camelot is zelfs actief in 7 landen en VPS is onderdeel van een Britse groep. Als we het landelijke aantal antikrakers, 50.000, vermenigvuldigen met het maximale maandbedrag van €254, genereert de sector per jaar een omzet van ruim €150 miljoen. Ja, en dat moet je niet vergeten. €150 miljoen, dat klinkt niet heel veel. Maar normaal als je een verhuurbedrijf hebt, dan moet je je panden kopen. Je moet investeren, rentelasten. Maar zij hebben het allemaal niet. Ze krijgen de panden dus eigenlijk gratis. Dat is een waanzinnig verdienmodel. Een waanzinnig verdienmodel, ja. Van het keurmerk Leegstandsbeheer zijn 17 bureaus lid. En volgens secretaris Roubos hebben die samen 70% van de markt in handen. Voor de aangesloten partijen heeft het keurmerk beschreven wat wel en niet mag. Zo is er een gebruiks- en betredingsprotocol voor panden, waarin onder meer is vastgelegd wie op welk moment toegang heeft tot het pand en tot de kamers. Sommige aanpassingen van de regels komen voort uit overleg met keurmerk Leegstandsbeheer. Zo is de opzegtermijn van 14 naar 28 dagen verlengd. Ook mag de verhuurder geen onaangekondigde controles meer uitvoeren. De macht van het keurmerk blijft echter beperkt. Studente Kutic belde met het keurmerk over de Coolsingel-affaire. Zij kreeg te horen dat ze weinig voor haar konden doen. Roubos adviseerde haar een advocaat in de arm te nemen. Een klacht door de klachtencommissie van zijn organisatie laten behandelen vergt volgens hem maanden. Roubos vertelt Follow the Money dat keurmerk Leegstandbeheer wel een meldpunt heeft waar bewoners ongeoorloofd gedrag van de leegstandbeheerders kunnen melden. Roubos zegt daarover: een probleem is wel dat huurders in een afhankelijkheidsrelatie zitten. Ze belanden liever niet in een conflict met hun huisbaas. Ook heeft het keurmerk de mogelijkheid een bedrijf te schorsen of zelfs te royeren. Roubos zegt erover: dat eerste is wel eens gebeurd, royeren nog niet. Heikamp van de Bond Precaire Woonvormen ziet het bestaan van antikraakbureaus vooral als gemakzucht van de gemeente. Hij zegt daarover: volgens de leegstandswet moet de gemeente erop toezien dat woonruimte niet te lang leeg staat. Er staan in de wet mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Het gaat dan om periodes van 5, 7 en 10 jaar. Gemeenten maken nauwelijks gebruik van die mogelijkheid. Ze kunnen zelf die woonruimte vorderen en bewoners voordragen. Maar ja, dat is echt een soort van neoliberale trend. Alles proberen uit te besteden aan bedrijven. Dat klinkt misschien makkelijk en mooi, maar je ziet dus dat een hele rechteloze groep door is ontstaan. Maar zijn er al gemeenten die hardop hebben gezegd dat ze hier spijt van hebben? Of dat ze zouden willen dat het anders was? Er zijn gemeenten die een goed leegstandsbeleid hebben. Ik weet niet precies welke het zijn. Maar ik heb gehoord dat er een aantal gemeentes is die zeggen van ja, zo doen we dat niet. Wij willen dat zelf. Maar de grote gemeenten maken allemaal gebruik van antikraakbureaus. Nou, Heikamp, schrijf jij hier, dus van die Bond Precaire Woonvormen, die is er ook kritisch over. Die zegt: in plaats van zelf een fatsoenlijk leegstandbeleid op te tuigen, staan de meeste gemeenten nu toe dat antikraakbureaus leegstand voorkomen. Een eigenaar van een leegstaand pand laat nu een antikraakbureau zorgen voor tijdelijke bewoners, heeft er verder geen omkijker meer naar. Voor zo iemand is het een ideale oplossing. Antikraak is ondertussen totaal ingeburgerd. Corporaties, gemeenten en de Rijksoverheid schakelen voor het beheer van hun eigen leegstaande panden ook regelmatig antikraakbureaus in. De gemeente Rotterdam besloot zelfs tot een openbare aanbesteding voor het leegstandbeheer van gemeentelijk vastgoed. En Camelot kwam daar als winnaar uit de bus. Zij wonnen die aanbesteding omdat het bureau meer dan 25 jaar ervaring heeft en als eerste NEN 8025 gecertificeerd was, zegt de gemeente. Ja, daar staat een plusje bij. Wat zou dat zijn, Peter? Ja, dat is dat je goed bent in je technische installaties. Dat die allemaal kloppen en ja, dat je daar veel aandacht aan besteedt. En wat de technische installaties zijn, dat is elektriciteit, je centrale verwarming, dat soort zaken. Okay. Dat allemaal op orde is, op het hoogste niveau. De leegstandbeheerders waarmee de gemeente zaken doet staan een geringe maandelijkse vergoeding af, tussen aanhalingstekens, per antikraakbewoner, zo zegt de gemeente Rotterdam desgevraagd. En dit beschouwt de gemeente als bijdrage aan de exploitatiekosten. Ja, je ziet daar dat je in de loop der jaren een hele ontwikkeling hebt gehad. Aanvankelijk betaalde de eigenaar van het pand aan het antikraakbureau een vergoeding om op te passen. En die zetten er mensen in. En die wonen daar gratis. Toen hebben ze die vergoeding die de eigenaar moest betalen geschrapt. En hebben ze de mensen laten betalen. Nu betalen zowel de mensen als het antikraakbureau een bedrag. Het antikraakbureau betaalt nu een bedrag aan de eigenaar van het pand. En dat is een proces wat je in 20 jaar tot stand hebt zien komen. Maar hoe heeft dat zover kunnen komen? Omdat het ongereguleerd is. Ja. Er zijn geen wetten. Dus een of andere slimmerik heeft dit gewoon bedacht. Vanaf nu moeten beide partijen betalen. Punt. Ja. Nou ja, ik denk dat zoiets als wat je in Rotterdam hebt gezien. Die hebben dan een aantal panden en die willen ze laten verhuren. Die gaan meteen denken van als we nu eens een aantal antikraakbureaus tegen elkaar op laten bieden. Dan kunnen wij ook zeggen van ja, maar jullie gaan er goed geld mee verdienen. Dan willen wij een kickback hebben. En dat is dus in de vorm van zo'n €50 per bewoner. En dat betekent dus dat het voor de gemeente eigenlijk ook een soort verdienmodel is geworden. Je hebt die panden en daar ga je dan een antikraakbureau verantwoordelijk voor maken. Zeg je, je mag het doen, maar dan willen wij wel een gedeelte van de inkomsten hebben. In totaal beheert Camelot op dit moment 55 gemeentelijke panden in Rotterdam, waarin in totaal om en nabij 230 gebruikers zijn geplaatst. Dat betekent dat er bij een maandbedrag per huurder van €330 er bij Camelot tot wel €911.000 binnen kan komen. Mogelijk is het minder, want niet voor iedere kamer zal Camelot dit hoge bedrag kunnen vragen. Over wat er onder de streep nou precies overblijft, zwijgt Camelot. Het bedrag maakt wel duidelijk dat antikraak is uitgegroeid tot een sector waarin serieuze bedragen omgaan. En er mag dan tegenwoordig een keurmerk zijn dat toezicht houdt op de sector. Dat neemt niet weg dat in de bruikleencontracten van de antikraakbewoners volgens Heikamp regelmatig schokkende voorwaarden staan. Zo kom je bijvoorbeeld tegen dat bewoners zonder toestemming van het bureau niet met de pers mogen praten over hun woonsituatie. Echt waar, dit is gewoon... Ja. Maar ze krijgen geen zwijggeld. Dat ontbreekt er nog maar aan. Ja. Er zijn dus mensen die dit tegen jou zeiden. Ik mag niet met de pers praten. Dat staat heel vaak in de voorwaarden. En ik werd ook gebeld door een meisje wat ik ken. Die had het verhaal gelezen. En die zei van ja, ik woon nu ook antikraak. En bij mij staat het ook in de voorwaarden. Je mag niet met de pers praten. Dus zei ik doe dat nu wel. Maar hou het alsjeblieft stil. Ja, ja. Of anoniem althans. Ja. Want je weet dat nu het in deze podcast gezegd is, is het niet meer stil, hè? Ik heb haar naam niet genoemd. Heel goed. Ook is het vaak niet toegestaan om contact op te nemen met de eigenaar van het pand. Er mag doorgaans geen slot op een kamerdeur worden gezet waar het bureau geen sleutel van heeft. Het antikraakbureau heeft immers het recht om de kamer zonder toestemming te betreden. Een bewoonster die een kind krijgt, moet uit haar kamer. En ook zijn logies vaak niet toegestaan, een feestje houden mag ook niet en zelfs een joint roken kan een reden tot uitzet zijn. De inbreuk op de privésfeer door de bureaus is dus groot. De regels zijn ook geen dode letters, want controleurs bezoeken de panden regelmatig. Studente Kutic heeft er op de Coolsingel genoeg ervaring mee opgedaan. Ze zegt er waren regelmatig controles die werden aangekondigd voor een bepaalde dag. Maar ze dekte zich in door te zeggen dat als ze verhinderd waren, ze op een willekeurige andere dag zouden komen. Ik heb ooit een boete van €25 gekregen omdat ik even een vuilniszak buiten de deur had gezet. En één jongen had een aantal vuile borden op zijn kamer staan. Dat kost hem ook €25. Een ander was even snel naar de winkel en als je weggaat moet de radiator uit. Hij had hem aan laten staan omdat hij maar heel even weg zou zijn. Toevallig kwam er toen net een controleur langs. €25. Ja, dat is gewoon weer een additioneel verdienmodel, die controleurs. Ja. Het zou best eens kunnen zijn dat die, dat weet ik niet hoor, maar dat die net als politieagent op een gegeven moment een opdracht krijgt van kom maar met €700 aan boetes of zo vandaag terug. Heikamp van die Bond voor Precaire Woonvormen kent voorbeelden van meedogenloos gedrag ten opzichte van bewoners. Ik heb eens meegemaakt dat een vrouw uit een pand werd gezet omdat ze was bevallen van een kind. En een vrouw belde me ook onlangs met de mededeling dat ze zwanger was. Ze vroeg me of het beter was dat meteen te melden of dat ze ervoor zou kiezen het antikraakbureau bij de geboorte voor een voldongen feit te plaatsen. Nou, dat zijn lastige vragen, zegt Heikamp. Ja, daar kan ik me wat bij voorstellen. Ik bedoel, je bent geen pastoor. Nee. Heikamp stelt dat de Bond Precaire Woonvormen geen onderscheid maakt tussen fatsoenlijke antikraakbureaus en cowboys. De hele sector heeft in zijn ogen dezelfde uitgangspunten en werkt volgens dezelfde principes. Hij zegt daarover, antikraakbureaus zijn de aasgieren van de woningmarkt. Wij streven naar een verbod van dit soort praktijken. Ja, dit soort praktijken of dit soort bureaus? Je kunt het natuurlijk ook doen zonder bureaus. Ik bedoel, als je een eigenaar bent van een pand, kun je natuurlijk onder dezelfde voorwaarden dat antikraak gaan verhuren. Dus ik denk dat ze echt helemaal tegen de praktijk zijn om mensen rechteloos in je pand te laten wonen. De Bond Precaire Woonvormen helpt soms mensen bij het vinden van een goede advocaat om te kijken of een zaak kans maakt bij de rechter. Heikamp zegt daarover, als iemand tot 10 jaar ergens woont, dan kan de rechter spreken van een opgebouwd recht. Maar er lijkt geen vaste regel te zijn uitgekristalliseerd. Soms helpt dreigen met een kort geding, omdat het bureau de ellende van een rechtszaak niet wil. Maar meestal ligt het erg moeilijk. Een antikraakbewoner is nagenoeg rechteloos. Ja, hier eindigt jouw artikel. Je schrijft nog wel, Asra Kutic is weer op zoek naar een nieuwe kamer, maar na de ervaring op de Coolsingel staat voor haar één ding vast. Ik heb het helemaal gehad met antikraak. Daar ga ik niet meer zoeken. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En dat is natuurlijk ook precies de reden waarom zij nu in dat groepje van 5 vol gas kan gaan. En, ze is niet meer afhankelijk van ze. Niet meer afhankelijk. Dus ze kan nu gewoon de juridische weg bewandelen. En ze kan ook, wat ze dus heeft gedaan, met naam en toenaam in een artikel staan. Heel goed. Ik zie dat dit artikel 31 reacties heeft gekregen tot nu toe. Zaten daar bruikbare zaken voor jou bij? Nee, maar ik heb via andere kanalen heb ik wel allerlei reacties gehad waar ik wel wat mee zou kunnen. Ik weet nog niet of ik dat direct ga doen, maar iemand heeft gezegd van ja, ik heb een e-mailcontact van een antikraakbureau met zijn huurders en daar zitten veel schokkende dingen in. Dat zou leuk zijn, maar dat is eigenlijk meer iets wat leuk is om te weten, maar om daar nou speciaal een artikel aan te wijden. Nou, dat is bijna een bijlage bij dit artikel. Ja. Ik zou dat toch wel willen weten. Nu je dit zegt, denk ik van kom eens door met die verhalen. Ja, dat is een bijlage, maar dan moet ik nog een beetje een haakje vinden om het heel mooi te doen. En grappig is dat een van die bureaus die belde me ook van ja, die anderen, dat zijn inderdaad ratten en die deugen niet. Die gingen een wit voetje bij jou halen. Maar kom eens bij mij praten, dan zal ik je vertellen hoe wij het doen. Nou ja, ga je dat doen? Nee. Hoezo niet? Omdat het allemaal aasgieren zijn en omdat... Maar wacht even, het kan toch niet zo zijn dat ze allemaal slecht zijn? Natuurlijk wel, want ze hebben allemaal dezelfde uitgangspunten. En, ben je dan toch niet nieuwsgierig wat dit bureau jou dan gaat presenteren? Als zogenaamd bewijs dat zij niet fout zijn. Nou ja, ik heb al uit allerlei bronnen gehoord van al die clubs hoe ze opereren. En wanneer eentje zegt van ja, die vier anderen die deugen niet, maar ik ben heel goed. Dan heb ik echt het gevoel dat ik met een soort marketeer te maken heb die denkt, dit is een kans waarop ik mijn eigen club... Follow the Money kan krijgen. Als die luistert, dan hij kan altijd het een en ander mailen. Als die bijvoorbeeld zegt, kijk, onze voorwaarden zijn heel anders. Er staan niet van die absurde dingen in. Het kan ook best dat ik... Ik heb zijn uitnodiging nu. En ik heb zijn contactgegevens. Dus als ik in de nabije toekomst nog eens iets over dit onderwerp wil schrijven, dan heb ik in ieder geval die mogelijkheid om met hem te gaan praten. Oké, ik ben benieuwd. Wordt vervolgd. Dankjewel. Graag gedaan. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl/Frederiek.